Goedemorgen iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. We zijn terug van Ibiza, zoals jullie kunnen zien. Ik denk trouwens dat ik gisteren de vlog niet meer had afgesloten, maar samen zijn ouders waren komen koken. En dan heb ik niks meer gefilmd, want dan hebben we de hele tijd uitgepakt en gemonteerd en zo'n dingen. We zijn terug bij deze cuties. Oei oei, moet je alweer een niezenkus doen. Moet je alweer een niezen. Moe. Zijn zo schattig. We zijn wel echt heel blij dat we terug zijn, denk ik. Ze zijn ook zo heel rustig en op hun gemak. Hey. Hey. Cuties. Komt je ook iets zeggen? Ik hoor u. Ik hoor u wel afkomen. Hey. Hey. Ja. Kijk, schat. En waar is Sjelleke? Sjelleke ook hier? Waar is Sheldon? Zal hem eens zoeken. Ik gok dat hem hier ergens ligt. Yep. Hey! Hey, Smelly. Hey, Smelly. Hey, Smeldon. Smeltonneke. Jullie. Het is ondertussen al 2 uur, denk ik. Ja, het is 2:05. Ik heb heel de voormiddag nog gemonteerd. Wat heb ik allemaal gedaan? Wasjes gedraaid. Ah, mijn kleerkast leeggemaakt, want we hebben stocksale. Stocksale niet, maar closet sale. Dus onze kleren gewoon van onze kast gaan we vandaag verkopen. En ja, dat is eigenlijk het meeste wat ik heb gedaan. Mijn zusje komt mij halen om 2:30, want ik heb geen auto vandaag. Ik ga me trouwens even zetten. Mijn auto is bij Sam zijn papa. De banden moesten vervangen worden, dus die heeft hij mee. Want mijn 2 achterste banden waren kapot. Blijkbaar zat in 1 band zaten 2 nagels. En de andere band was zo kaal als iets. En we gaan donderdag naar Parijs, dus dat moest wel vervangen worden, want we moeten met mijn auto gaan. Hey. Hey. Dus ja, ik mocht de auto hebben van Sam zijn mama. Maar ja, ik heb er nog nooit mee gereden, dus ik voelde me dan niet zo comfortabel om ermee te rijden. Dus ik dacht, dan bel ik mijn zus en vraag ik als die mij komt halen, die heeft toch vakantie. Hè? Huh? Stinkt mijn adem. Ik heb thans net mijn tanden gepoetst, want ik had pasta gegeten met hesp, dus... Ik ga mijn tanden poetsen, anders stink ik misschien. Nou, dus ja, mijn zus komt mij halen. En dan ga ik om 3:30 naar kantoor. En hoe dat ik straks naar huis ga en zo, dat weet ik allemaal nog niet. Zal ik nog wel regelen of Sam bellen als hij mij kan komen halen. Alleszins, dat is het plan. Zij is naar kantoor, moet heel veel pakjes maken. En dan is het closet sale van 7 tot 9. Ik denk niet dat er heel veel volk gaat komen, want we hebben zoals een poll gepost. Maar ja, heel veel mensen hadden nog examen of zijn op vakantie al of hebben gedaan met examen, gingen vieren. Dus ja, we shall see ya. Dit is trouwens mijn outfit. Ik hoop dat jullie het te goed zien, want het is hier nog wel donker. Maar mijn body is die body die ik in Ibiza heb gekocht van de Bershka. Gewoon zo strapless. En dan mijn shortje is van Totally Too. En mijn schoentjes zijn ook van Totally Too. En dan heb ik nog gewoon zo'n zwarte gebreide golf mee, voor als het koud wordt deze avond. En mijn mijn wasmachine is klaar, precies. Yep. Als het zeil is volle bak aan de gang. En Louisa en Michelle zijn er ook. Dankjewel. En er is wel wat volk. Er is ook wel redelijk wat volk weg. Het is wel gezellig zo buiten in het zonnetje. Okay, ik ben terug thuis van de closet sale. Deze hier is me komen halen.
Want mijn auto was stuk, maar Sam zijn pakkie stuk heeft die gemaakt. Voor mij. Ja, stuk niet. Nieuwe bandjes. Nieuwe bandjes moesten we hebben. En nieuwe stofjes. Er zaten, wat zaten er in? Spijkers. En we hebben een pakje aangekregen terwijl we weg waren. Wow. Ja, bestelling van Decennio. Ik ben kei benieuwd. We hebben kaders besteld voor boven de zetel en voor op de slaapkamer. Ja. Ik ben echt benieuwd. Ben je niet benieuwd? Ja, dat was. Ik ben dus wel heel benieuwd. Ja, cool. Ja. Oh, muffin! Ik had jullie op de krabpaal gezet, maar muffin begint te krabben aan. Ja, daar gingen jullie bijna. Oké, got it. Ik ga het nog eens opnieuw proberen. Het is plastic! Een kleinere, een grotere. Deze zijn denk ik voor de slaapkamer. Ja. Leg je die even daar? Amai, ah, oeh, die zijn echt groot. Ja. Amai, oh. Hou dat vast. Wauw. Die zijn voor in de living. Zo hebben we er. Hoeveel hadden we er genomen? Twee. Ja, twee. Hier is nog een. Oh, oké. Okay. Dus die komen boven de zetel ergens. Ik ga die even hier zetten. Ja. Zien dat dat niet valt. En waar zijn dan... Ah, hierin zullen de posters zitten, gok ik. Ja, dat is een koker. Ah, oké. Okay. Spannend. Oké, ik ga de koker open doen. Hè. Sam zei net, ik ben al een beetje vergeten welke... Ja, ik ben ook wel echt al een beetje vergeten. Oei, dat is ook zo een rolletje trouwens. Hoe doe ik dat open zo? Een stickertje, ja. Ah, oei. Ai, ai, ai. Je ruikt er een dingetje op hoe je dat moet spreken. Ja, maar dat probeer ik toch. Maar dat gaat niet te goed, zit je. Zo. Ah, dat is een blad. Ja. Oh. Oh. Deze heb ik voor de slaapkamer. Ja, die zijn nu wel zo. Deze vond ik wel mooi. Dat lijkt net een foto van mezelf. Ja, ik van mijn eigen benen, zoiets zou ik ook maken. En de palmbomen, dat is dreamy, hè. En dan deze, voor in de living. Ja, die vullen nu helemaal. Ik weet niet als je het ziet. Zo. Tada! Palmleaves. Ja. Palmleaves. We hebben thema's al, hè. Ja. Zomer het is! Oh, yeah. Gaan we die er al in steken en dan neerzetten of wat gaan we doen? Ja? Ja, zeker. Oké, dan had ik nog een paar dingen aangekregen. Deze Sony, hoe noemt het eigenlijk? Earpods of wat? Earpods, ja, zoiets. Zo wireless earpods. Dat wil ik keigraag om te sporten. Aangezien ik altijd... Ik heb een koptelefoon van Sony en ik doe die altijd op om te sporten. Maar die is vrij groot en dik. Maar die is super zalig omdat die zo geluidsdempend is. Of genoemd zoiets. Maar nu ga ik deze dus gebruiken. Ik ben kei excited voor. Dan heb ik dit tasje. Het wou ik eigenlijk voor Ibiza, maar het is te laat. Dus... Ik zal het in Amerika of zo gebruiken, of in Parijs, of ik weet het niet. En dan ook nog deze. Hier is Sam heel excited about. Oh, yeah. Sam. Oh, een giant parrot floaty. Die is wel echt super grappig. Vind ik wel cool. Ik heb deze twee er al in gestoken. Sorry trouwens voor het krapgeluid, maar Milky is een kattenbak. Daar, ik weet niet als je de weerspiegeling ziet. Maar ze zijn kei mooi. Kijk hoe leuk. Woehoe. Oké, dit zijn de twee andere. Staan dichterbij. We zetten ze even in de gang. Want we gaan ze nog niet ophangen vandaag. Ze zijn wel mooi. Heel mooi, hè? Ja, ze zijn misschien wel iets donkerder dan we hadden gedacht, hè? Dan wel. Ik had iets meer groen verwacht, maar ik vind ze wel heel chic. Ja, heel artsy. Joehoe. Wij gaan slapen. Ik heb... Pukkelcrème op.
En ik heb hier een heel dikke pukkel, hier een kleine pukkel en hier kleine pukkeltjes. Dus ja, girls gotta do what girls gotta do, hè. Dat is true, hè. Dat is true. Wil je zo'n fun fact weten? Ja. We hebben allebei geen broek aan. We hebben wel onderbroeken aan, hè. We hebben toch een onderbroek aan. Ja, maar geen broek. Ja, oké. We hebben geen broek aan. Wow. Oké, wij gaan slapen. Tot morgen. Morgen.